Emma? Ja? Staan de bomen recht of staan ze schuin? Recht. Nee hoor, kijk maar. Kijk eens, ze zijn hartstikke schuin. Ja, met jouw camera. Ja, met mijn camera. Maar als ik recht vooruit kijk, staan ze recht. Kijk eens, recht naar boven staan ze schuin. Ik zie wat jij niet ziet. Weet je wat dat is? Dat de bomen gaan schuin. Juist, en dat heet perspectivische vertekening. Zo, dat is een moeilijk woord. Perspectivische vertekening, namelijk dat alle bomen... Perspectivische betekening. Ja, betekening. Nou, ik vind het ook een perspectivische betekenis, absoluut. Dat de bomen schuin gaan staan. En dat is een probleem waar we heel veel cameramensen en fotografen mee te maken hebben. En daar hebben we wat leuks voor bedacht. Ja. Oh. Hey, als we nou even naar een kampvuurplaatsje gaan, ga ik het je allemaal uitleggen. Oké? Okay? God, wat mucht het hier, jassers. Kom even mee. Hey Emma, hallo. Wat jij doet. Wat ik doe? Ik ga een filmpje opnemen over dit ding wat hier tussen zit. Oké, ik zal hem even laten zien. Wacht even. Ja, precies. Wacht even. Ogenblik. Kijk, nou, ik hem er even tussenuit. Zo. Die lens eraf. Ja, zo. Kijk, zo. Kijk. Dit ding. Kijk, en wat grappig is, als je hier aan draait. Kijk eens. Jeep. Een raar ding, hè? Hé, dit is Emma, mijn peterkindje. Mijn Finse peterkindje. Grappig, hè? Of niet alleen maar Finse. Nee, ook Nederlands, hè? Je bent ook, ja, je kan ook Nederlands. Je kan ook heel goed. Kijk, en deze die komt, en dat is dan weer het idee, is dat deze dan gaat eerst op de camera. En daarna gaat deze dan weer daarop. En ik ga dus uitleggen in de film waarvoor dit is. Oh, ik moet even andersom. Zo, kijk. En de grap is ook, kijk, dat is ook heel grappig. Moet ik deze indrukken. Kijk, kan ik de hele lens ondersteboven draaien, zie je? De hele lens kan ik draaien. Ik heb op een gegeven moment een tutorial gemaakt en ik zal de link hier ook even onder de bij zetten over perspectivische vertekening. Perspectivische vertekening was in feite dat op het moment dat jij met je groothoeklens niet recht vooruit gaat fotograferen, maar omhoog of omlaag, dat je op een gegeven moment ziet dat bijvoorbeeld bomen beginnen helemaal schuin te lopen of juist helemaal uit elkaar te lopen. Nou, dat is een stukje perspectief, zie ik met mijn ogen ook. Hè. Als ik omhoog kijk, zie ik ook dat de boel bij elkaar komt. Nou, er waren een aantal methoden om ermee om te gaan. De eerste is gewoon accepteer de boel maar. Nou, vind ik op zich vaak werkt dat hartstikke goed. Het begint trouwens lekker te muggen. Heb je ook last van muggen, Emma? Je hebt geen last van muggen. Nee, gelukkig hebben we papa, die vreet alle muggen. Het papa die heeft alle muggen, maar ik, nou. De tweede is, van je kunt natuurlijk in de nabewerking aan de slag, dat je gewoon de foto recht vooruit maakt, maar je snijdt gewoon het onderstuk eraf. Dat kan natuurlijk, dat is een mogelijkheid. En er is natuurlijk een mogelijkheid dat je gewoon wat meer inzoomt en de horizon gewoon in het midden houdt. En de laatste is dat je gaat werken met een speciale lens, dat is een... Doe je je schoen uit. Oh, nou, doe je dan lekker je schoen uit. Dat is dat je je een speciale lens gebruikt daarvoor, die perspectief kan... Nou ja, eigenlijk ja, dat perspectivische vertekening teniet kan doen. Nou, dat is best een... Straks word je gestoken door muggen hoor, op je sokken of je voeten. Nee? Nee, oh, nou. Ik hoef niet schoenen te gebruiken. Ja, dat is waar, dan hoef je schoenen niet te gebruiken, ook best. Goed. Nou is natuurlijk zo'n speciale lens is best aan de prijs. En daar heeft Laura iets heel fantastisch voor gedaan. En die heeft dus zo'n Magic Shift Converter gemaakt. Nou, dat is dus dat ding wat hier dus tussen zit. En de grap is... Men vraagt wel eens, Johan, ga jij nou, ik heb zo'n RF-systeem, wil je nou ook allemaal RF-lenzen? Zeg ik, nee, die groothoeklenzen hou ik graag op de oude EF-systeem, want dan heb je dus die mogelijkheid om er van die adapters tussen te zetten. En Laura heeft een fantastische EF-RF-adapter, Magic Shift-adapter gemaakt. En die Magic Shift-adapter, die kan dus met mijn bestaande 12 mm lens, kan dus dat heen en weer bewegen. Die maakt dus in feite die shift mogelijk om die perspectivische vertekening teniet te doen. Nou, zo heb ik hem staan. Ja, dan gaat hij heen en weer. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelf iemand die graag naar boven en naar beneden fotografeert. En op die manier mijn vertekening teniet doet, mijn tekening corrigeert. Dus wat je dan doet, is dat je dan, en dat is wel heel mooi, je drukt op een knopje aan de zijkant. En dan kan dus die hele lens kan gewoon in stapjes van 45 graden een kwartslag draaien. Je moet er wel even naar wennen. Mijn lens staat nu rechtop. Maar 12 mm is zo ongelooflijk groot, daar heb je geen last van. En op dat moment kan ik nu aan dat ding draaien en dan kan ik hem laag zetten of hoog zetten. En wat nou de truc is, is dat ik eigenlijk nog steeds rechtdoor fotografeer. Maar op deze manier
de hele compositie naar beneden breng of juist omhoog breng. En op het moment dat de compositie omhoog gaat, komt de horizon laag. Maar omdat de lens in feite nog steeds rechtdoor fotografeert, hou je dus je bomen recht. Dus je zorgt ervoor dat die hele perspectivische vertekening wordt volledig gecorrigeerd met mijn bestaande 12 mm lens. Nou, ik kan omhoog en ik kan omlaag met dat ding. Maar ik kan hem ook gebruiken om bijvoorbeeld panorama's te maken. Dan zet ik hem in feite weer zoals die hoort, rechtop. En dan kan ik zeggen, ik ga een panorama maken van links helemaal naar rechts. De grap daarvan is dat op het moment dat ik een normaal panorama maakte met zo te draaien, of eigenlijk, vaak doe ik het zo dan. Ik heb nou staan, vaak maak je natuurlijk een panorama rechtop, dus dan moet ik hem weer even een kwartslag draaien. Zo. He, als je zo normaal gesproken panorama, dan heb je een bepaalde draaiing erin zitten. Dat hoeft nou niet. Ik kan nou heen en weer. En heen en weer. En heen en weer. Waardoor je dus niet die rare vertekening krijgt die je met panorama's vaak ziet in de voorgrond. Op het moment dat je in de voorgrond allemaal voorgrond erbij hebt zitten, dan krijg je op een gegeven moment dat je een bepaalde draaiing erin krijgt die moeilijk is voor de software om te stitchen. Nou, daar heb je dus ook geen last meer van. Dus eigenlijk best wel een heel grappig ding. Heeft hij nou nog nadelen? Nou, in principe moet je wel zorgen dat je een EF lens hebt met een RF mount. Of met Sony, de oude Sony lens. En volgens mij hebben ze zelfs dat je Canon lens op Sony kunt zetten. Dus als je nou maar zorgt dat je de oude spiegelreflex mount hebt op een spiegelloze camera, dan heb je die mogelijkheid. Nou zul je wel zien, ik heb hem er niet bij me, dat deze koppeling net even wat dikker is dan de normale converter. En dat heeft Lauwe opgelost door er, ik kan het even laten zien, even hem eraf. Er zit glas in. En dat glas zorgt ervoor dat je in feite dat stukje weer terugkrijgt. Want eigenlijk is die mount dus net even te groot. Daar heb je dus die correctie voor nodig. Tweede nadeel zou je kunnen noemen, is dat hij je verliest een stop aan licht. Dat merk je verder natuurlijk niet als je gewoon aan diafragmeren bent. Want ik kan hem hier natuurlijk gewoon op 2.8 zetten. Maar je verliest een stop aan licht. Nou, met de huidige type camera's is dat verder eigenlijk helemaal niet zo van belang. Want de scherptediepte blijft natuurlijk gewoon de scherptediepte van 2.8. Maar ik verlies een stopje licht. Derde, wellicht nadeel, is dat het zit geen enkele elektronica in. Zoals echt bij alles van Laowa zit geen elektronica in. Dus het werkt alleen maar met handmatige groothoeklenzen. Groothoeklenzen waarbij je dus zelf je diafragma regelt en zelf je scherpstelling regelt. En die 12 mm lens is wel eigenlijk bij uitstek de lens die daarvoor perfect is. Dus heb je die 12 mm of een andere handmatige lens die je volledig handmatig in kan richten, dan is zo'n Magic Shift adapter gewoon een vrij goedkope mogelijkheid om van jouw normale groothoeklens een shiftlens te maken. Zowel voor panorama, ik denk bijvoorbeeld ook voorstellen met interieurfotografie, dat je een interieurpanorama wil maken. Maar ook bijvoorbeeld met je vertekening, gebouwen, bomen die omvallen. Dus al die perspectivische vertekening kun je op een vrij eenvoudige manier kun je die corrigeren. Met eigenlijk, weet je, dit steek je ook nog eens een keer bij je. Het is niet een aparte lens. Ik heb mijn groothoeklens, die kan ik op een normale adapter zetten. Maar ik heb hier ook gewoon een Magic Shift adapter. Er zit trouwens ook nog een schaalverdeling op. Dus als je hem beweegt kun je ook een schaalverdeling erbij hebben. Het is een heel eenvoudig apparaatje. Als je hem op een gegeven moment een bepaalde stand hebt en je wil hem vastzetten, heb je nog een schroefje. Dan blijft hij vastzitten in die stand. Dan kan hij niet heen en weer. Maar je kan hem loszetten en dan kun je hem dus op deze manier met een draaischijf. Die hoef je niet met de hand te doen. Heel mooi met een draaischijf. Traploos beweegt hij. Dus niet met stapjes. Het is echt traploos. Draaibaar. Ja, ik denk dat dit een fantastisch apparaat is. Dus ik ga zo meteen. Wat denk je? Gaan we zo eens even uitproberen? Ja. Ik hoor daar water achter mij. Dat is leuk. Daar kunnen we eventjes gaan kijken. We hebben bomen. Hopelijk komt het zonnetje zo even door. Daar kunnen we even wat mee doen. Dus, oh ja, en daar is ook een brug. Een brug? Ja. Is dat leuk daar? Ja. Is dat mooi? Ja. Gaan we daar naartoe. Ik zou zeggen, we gaan die kant uit en we gaan eens even met het ding aan de slag. Wat mucht het hier. Ik ben blij met de cameraman Vinder, want die vangt alle muggen voor ons af. Man, wat mucht het hier. Ja, dat is het nadeel van Finland in de lente. Er komt een moment dat je... Oké. Okay. Oh ja, en ik weet waarom... papa heeft alleen maar muggen. Waarom dan? Waarom heeft papa alleen maar muggen dan? Daarom, want de muggen vinden het te donker leuk. Vinden de muggen donker leuk? Ja. Als we dan dicht bij papa blijven die filmt, dan hebben wij geen last van muggen. Ja? Is dat een goed idee? Waar moeten we naartoe? Ja. Die kant uit. We gaan die kant uit. Ik hoor net van de cameraman dat we die kant uit moeten. Kom maar.
Ik kijk nu recht vooruit en dan zie je dat de bomen mooi recht staan. Op het moment dat ik nu naar beneden ga met mijn camera, omdat ik bijvoorbeeld de horizon hoger wil hebben, dan zie je langzamerhand dat die bomen schuin naar buiten gaan vallen. En hoe verder ik naar beneden ga, hoe schuiner ze naar buiten komen vallen. Als ik nu die shift pak, dan kan ik recht vooruit blijven kijken, maar in plaats van de camera te kantelen, draai ik nu eigenlijk, laat ik mijn lens zakken. En wat zie je dan? Dan zie je dat de horizon keurig netjes omhoog komt, maar dat de bomen net zo recht blijven staan als voorheen. Je krijgt een heel ander perspectief. Dus die perspectivische vertekening, waar je anders zo last van hebt met groothoek, die ben je dan helemaal kwijt. Kijk, ik kan heel ver laten zakken en de bomen blijven gewoon recht staan. Ik kan ook besluiten helemaal omhoog te gaan, omdat ik meer lucht erbij wil hebben. Als ik dan draai, dan zie je dat die lens helemaal omhoog komt en de bomen blijven net zo recht staan als voorheen. Dus de truc is, ik kijk eigenlijk recht vooruit, ik laat de camera recht vooruit en dan laat ik gewoon de lens zakken tot waar ik de horizon wil hebben. Nou, ik vind dit op zich wel een mooie, zo op deze manier. Nu nog een statiefje erbij, een lange sluitertijd en met een mooie foto. Ik heb hier een paar varentjes gevonden. En ik hoop dat straks de zon er een beetje doorheen komt, want er zit er nu bewolking voor. Wat ik erg leuk vind, zijn die kleine varentjes met die bomen erachter. Nou, wat er natuurlijk gebeurt, is dat die bomen, als ik die varentjes onder in beeld zet en ik ga omhoog mikken, zeker met die enorme 12 mm, dat die bomen dus helemaal naar binnen gaan komen. Dat is die perspectivische vertekening. Dus wat ik nu ga kijken, is of ik die bomen recht kan houden door middel van deze, even openzetten, naar beneden te zetten. Zodat ik mijn horizon als het ware omhoog haal. Even wachten tot de... Ik zal even meefilmen, kijken of dat werkt. Dan kun je een beetje zien wat ik bedoel. Ik heb hem ook al meteen op het hoogste diafragma getal gezet, 22. Dan krijg ik hopelijk een beetje een sterretje. Ik weet niet of je dat met film goed ziet, maar ik ga er ook een paar foto's bij maken. En dan zul je dat beter zien. Een groot gat. Kijk, zie je, daar komt de zon. Zie je ineens hoe mooi hier het licht nu opvalt. En die bomen daarachter staan in de schaduw. Dus ik heb hem ook een stukje onderbelicht. We gaan even kijken of dat wil met filmen. Kijk. Nu kijk ik gewoon recht vooruit. En heb je daarboven in dat sterretje. Nou, op het moment dat ik nu zeg, ik wil graag wat meer eronder gaan zitten, dan is normaal wat je doet, is dat je dit doet. Kijk, dan ga ik dit doen. En zie je wat er gebeurt? Die bomen, die komen echt helemaal naar binnen toe vallen. Nou, wat ik nu doe, is eigenlijk niet dit. Maar ik ga eigenlijk mijn horizon omhoog brengen. Dus ik draai deze helemaal omhoog. En kijk, nu kan ik ook eronder kruipen. Maar je ziet wel dat die bomen gewoon recht blijven staan. Dus nog even het verschil. Als ik dit doe en eronder kruip, dan zie je dat de bomen helemaal omvallen. Als ik dit doe en hem dan omhoog shift, zie je dat de bomen recht blijven staan. Nou, het is natuurlijk niet dat het ene mooier is dan het andere, maar het is natuurlijk wel kicken dat door middel van die shift je nu in staat bent om de keuze te maken tussen een stuk perspectivische vertekening of juist geen perspectivische vertekening. En dat vind ik wel fantastisch, zeker omdat ik niet een speciale lens ervoor nodig heb. Maar dat ding dus gewoon tussen mijn normale 12 mm en mijn camera kan zetten. Ik ga even een paar foto's maken, want dat komt er nog mooier uit dan uiteindelijk de film. Even kijken. Ik maak even gewoon weer 3 foto's. Eentje gewoon met de shift in het midden. En even de horizon in het midden. Kijk, dan valt de zon net buiten mijn beeld. Dat is jammer. Nou zet ik de foto zoals ik hem normaal zou maken. En lekker onderkruipend, even mijn scherpstelling iets beter regelen, onderkruipend, dan zie je dat de bomen omvallen. En nu maak ik even hetzelfde beeld, maar dan met de shift helemaal naar boven. En dan zie je dat de bomen prachtig rond blijven, of rondrecht blijven. Dit was mijn beurt, zeg maar, niet jouw beurt. Wat, was jouw beurt? Ja. Ja, hallo. Maar, oké. Okay. Ik zie wat je... Oh nee, jij was aan de beurt. Nou, vertel. Ik zie wat jij niet ziet en dat is blauw. Blauw! T-shirt van papa. Nee. Nee? Nee. Kijk op je camera. Op mijn camera? Zit daar blauw op? Daar! Ja. Ik had hem. Oké, ik kom er even boven. Kom, dan gaan we verder. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is oranje. Beetje oranje, beetje bruin oranje. Nee. Nee.
Nee. Kijk maar eens omlaag. Je sokken. Ja, je sokken. Dan heb ik een 12 mm. En dat is best wel een enorme groothoek. Maar ik zie hier een boom die mooi overheen hangt. Een berk met jonge berkenblaadjes. Ik zie lijsterbessen, ik zie mooie stenen en ik zie hier een prachtig riviertje. En ik wilde hier een foto maken, maar eigenlijk kom ik net niet helemaal uit om zowel dit boompje als die stenen mee te pakken. Nou, wat is dan de truc? Een panorama maken. Maar ook daarvoor kun je dus die shift gebruiken. Kijk, het is vrij simpel. Ik heb hem nu rechtop staan en ik heb deze nu gekanteld zodanig dat ik de shift... Kijk, ik kan hem dus op die manier heen en weer shiften. Dus wat ik nu kan doen is een foto maken links, een foto maken midden en een foto maken rechts. Emma, als je heel even uit mijn beeld gaat, want ik wil hier de foto maken. Dan zal ik even een gewoon panorama maken. Want als je een gewoon panorama maakt, dan moet ik dus draaien. Dan krijg je dus die draaiing erin zitten. Foto, foto, foto. En de tweede. En nou doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik begin gewoon eigenlijk in het midden, mijn middenshot. Nou, dat zal ongeveer daar zijn. En wat ik nu doe, is ik maak één foto naar links. En ik maak een foto naar rechts. Het bereik is natuurlijk beperkt. Want ik kan natuurlijk draaien tot ik een ons weeg, ik kan 360 graden maken. Hier is het bereik natuurlijk beperkt, maar het mooie is natuurlijk wel dat je eigenlijk gewoon drie volledig parallele shots krijgt. Dus je krijgt niet die draaibeweging, waardoor je wat moeite krijgt met stitchen. Of een rare perspectief erin krijgt. Maar ik krijg nu echt gewoon drie parallele, alsof ik heen en weer zou gaan. Maar ja, als ik heen en weer ga, dan krijg ik weer andere problemen met parallax effecten. Dus in een beperkte mate, als je het dus niet voor elkaar krijgt om een heel beeld te krijgen, is het ook een perfecte manier om een panorama te maken. Ik zal nog even een keer meefilmen. We kunnen even meekijken. Even kijken. Nou, dit is eigenlijk zoals ik hem nu heb. Dan ga ik even meefilmen. Kijk zo. Wat ik nu doe, dit is het shot rechtdoor. Als ik nu draai eraan, dan zie je dat ik nu het shot links heb. Nou, die mag iets meer daar. Dus dat is één shot. Dit zou het eerste shot zijn. Nou, draai ik hier aan. Dit zou het tweede shot zijn. En ik draai er weer aan. En dit zou het derde shot zijn. Dan zie je dat je precies en de twee stenen en de boom precies in het beeld komt. Terwijl normaal gesproken zou ik doen, draai met mijn hele camera recht vooruit en draai. En dan zie je dat bijvoorbeeld die voorgrond hier helemaal verandert. Zie je dat? Die begint helemaal te draaien. Terwijl op het moment dat ik dit met de shift doe, dan zie je eigenlijk dat er aan de verhouding, aan de hele perspectief, nauwelijks iets verandert. Dus je krijgt een veel natuurlijker panorama. Alleen het bereik is wat minder groot dan wat je zou hebben als je gaat draaien. Ook voor onderwerpen dichtbij is het helemaal fantastisch. Kijk, ver weg, dan maakt het niet uit. Maar dichtbij krijg je natuurlijk allerlei, dan moet ik met nodal points gaan werken, speciale camera statieven en kop en dat soort dingen. Dus ook daarvoor is het een hartstikke mooi hand- of hulpmiddel. Ik ga die kant uit, ga je mee? Nou, kom maar. Dat is mijn beurt weer. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is zwart. Mijn camera, heb je in één keer geraden. Nou, vooruit dan maar. Ja? En het is... Zwart. Mijn rugzak? Nee. De microfoon? Nee. Papa, de microfoon daar? Nee. De lens? Nee. Mijn hemd? Nee. De wat dan? Deze. Ja, dat is zo klein, jouw nagel. Dat kan ik toch niet zien? Dondersteen jij. Goed, we gaan weer verder. Ik ben niet een steen. Je bent een grote... Een mens. Je bent een dondersteen. Een grote dondersteen. Ik ben